De fundering, dat was een stort van 27.000 kub aaneengesloten. En dat was tot op heden de grootste stort die in Nederland vertoond is. Dus dat was wel een hele leuke uitdaging. Ja. De hoofduitvoerder heeft als hoofdtaak het aansturen van de uitvoering buiten. Dat doet hij niet rechtstreeks. Hij heeft een aantal uitvoerders voor buiten lopen. En tevens is hij verantwoordelijk voor de raakvlakken die ontstaan tussen werkvoorbereiding en ontwerp. Om te kijken dat het allemaal fatsoenlijk geregeld is voordat het naar buiten gaat. Nou, we hebben hier op dit werk hebben wij gekozen voor twee hoofduitvoerders. Eentje die buiten de boel begeleidt en het rechtstreeks aansturen van de diverse uitvoerders op raakvlakken. En ik heb meer een binnentaak waar ik tussen ontwerp, werkvoorbereiding en uitvoering coördineer. Om te zorgen dat alles, als het in uitvoering komt, ook goed voorbereid is en dat het ontwerp daarop afgestemd is. Eind volgende week ben je klaar met de tweede fase. Uiteindelijk hebben we hier met zes grote betonpompen gestaan. De grootste uit Nederland. En hebben we van zondagochtend 10 tot zaterdagochtend 7 hebben weggestort. Wat vind ik leuk aan het bouwen bij een aannemerwerk is dat je aan de ene kant met techniek bezig bent, maar aan de andere kant ook heel erg met mensen bezig bent. Je bent als uitvoerder of als hoofduitvoerder heb je een leidinggevende functie. Dat betekent dat je toch voor elkaar moet krijgen om een aantal mensen gemotiveerd te krijgen. En daarnaast ben je ook heel veel met techniek bezig. Dus dat is hetgene wat ik het leukste van het vak vind. Voor mezelf vind ik het heel prettig om elke keer weer een uitdagend ander werk te krijgen. En op een gegeven moment word je daarin heel erg verwend. Vooral als je met een heel uitdagend werk bent begonnen in je carrière. Om elke keer maar weer de uitdaging te kunnen vinden in de nieuwe werken. En dan hebben we het grote voordeel dat de techniek elke keer moeilijker wordt. En dat de tijd waarin gebouwd wordt elke keer korter wordt. Waardoor je elke keer weer in een werk, vooral in de grotere werken, de uitdaging kan vinden voor jezelf. Het mooiste van mijn mobulus werken is dat je op jonge leeftijd, als je instroomt, redelijk snel, als je de ambitie hebt en de capaciteit hebt, door kan stromen naar een verantwoordelijke functie. Dat ze je ook de mogelijkheid geven om je te ontplooien. En waardoor je redelijk snel op een positie komt waar je verantwoordelijkheden hebt. En waar je dus jezelf nog meer kan profileren en ontplooien. Eigen initiatief en inzet worden daarin zeker gewaardeerd. Zelf als voorbeeld ben ik 10 jaar geleden natuurlijk begonnen met werken en heb toch op redelijk korte termijn een redelijke groei doorgemaakt, waardoor ik nu als jongste hoofduitvoerder van Mobulus werkzaam ben.